Hallo stripvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw stripvlog. De vakantie zit er weer op. Het gewone leven begint weer. Ik hoop wel dat jullie genoten hebben van een leuke vakantie, leuke dingen gedaan hebben. Natuurlijk ook hele toffe strips gelezen hebben. Ik heb in mijn vakantie echt een hele grote stapel stripboeken gelezen. Heerlijk, en nog allerlei andere dingen gedaan. Dus ik heb zeker genoten. Ja, nou gaan we weer terug naar het normale leven. Dus dan gaat alles weer zijn gangetje. Maar de stripvlogs blijven ook zijn gangetje gaan. En die blijven ook gewoon lekker doorgaan. En ik heb een ontzettend tof boek in dit vlog. Het vierde en laatste deel van Rio. Ieder voor zich. Het slot van een best wel rauw en heftig verhaal over twee kinderen. Rubius en Nina, die nadat hun moeder vermoord werd door een corrupte politieman op straat belanden en daar moesten zien te overleven. In het tweede deel van deze reeks werden ze geadopteerd door een Amerikaans echtpaar. Dat zou een betere toekomst voor hun brengen. Maar Rubius was een jongen van de straat en die kon niet aarden daar. En uiteindelijk keerde hij ook terug naar die straat. En hij verloor in de loop van de tijd eigenlijk alles. Zelfs zijn zusje, waar hij altijd heel erg voor zorgde. En nu hebben we dan het laatste deel waar het besluit van het hele verhaal. En je ziet even hoe Rubius veranderd is van dat jochie wat op straat belandde tot de man die hij nu is. En niet zomaar een man. Hij is de leider geworden van een van de favela's in Rio. Een van de sloppenwijken. En hij heeft het daar helemaal opgebouwd. Hij heeft daar iets moois neergezet. Hij heeft, zorgt voor de mensen. Hij regelt scholen. Hij regelt eten, medicijnen. Allemaal dat soort zaken regelt hij. Maar aan de andere kant van de muur staat eigenlijk het Braziliaanse leger te popelen om die favela binnen te vallen, om de macht van Rubius te breken. Daarnaast, en daar begint het album meteen al eventjes mee, een personage wat zich door het hele verhaal toch wel voornamelijk een beetje op de achtergrond heeft gehouden. Hoewel in het derde deel ze wat meer naar de voorgrond trad en een contact maakte met Rubius. Een bijzondere vrouw, je omschrijft haar meer als een soort heks. Zij in contact staat met Satan, zeg maar even. Dat is haar meester. En zij heeft Rubius gezegd dat er voor hem een hele grote toekomst weg ligt. Maar in dit album komt even naar voren wat haar werkelijke bedoelingen zijn. Wat haar plan eigenlijk vanaf het begin af aan al geweest is. En ja, dat verhaal dat liep een beetje op de achtergrond en dat kreeg nooit heel veel aandacht. Omdat alle aandacht natuurlijk aan Rubius en Nina uitging. Maar hier kom je er even achter welke rol dat gespeeld heeft in het leven. Een van de scènes in dit boek die ik qua tekenen toch wel heel erg mooi vind, dat is dit. Ook vrij aan het begin, waarbij een filmploeg komt om Rubius te interviewen. En daar laten ze even zien welke positie Rubius inmiddels bereikt heeft. Maar de tekeningen van Corentin Rouge in dit boek, die zijn zo fantastisch. Nou, niet alleen in dit boek, in de hele reeks. Maar ja, zijn tekeningen zijn door de albums heen steeds beter geworden. Het is fantastisch. Alleen al daarom is het een genot om deze strip te lezen. Maar ook het verhaal wat hij samen met Luise Garcia geschreven heeft. Luise Garcia is iemand die in Rio woont. Die het kent daar. Dus ja, het realisme gehalte in dit boek is gewoon heel erg hoog. En ik zeg al, die tekeningen die zijn zo mooi. Die inkleuring is zo mooi. Het is een fantastische strip om te lezen. Het is een rauw verhaal. Maar wel een heel goed verhaal. Heel goed geschreven. En het cirkeltje is met dit album ook weer rond. Want Rubius gaat de confrontatie aan met de agent die in het eerste deel zijn moeder heeft vermoord. Dus ja, en hoe dat gaat aflopen, ja, dat lees je natuurlijk in het laatste deel. Ieder voor zich. Ik ben echt super fan van deze reeks. Ik baal ervan dat die nou klaar is. Een beetje. Ik ben natuurlijk blij dat die klaar is. Want nu hebben we het complete verhaal, het complete plaatje. Maar ik hoop echt dat Luise Garcia en Corentin Rouge nog een keer samen gaan werken om nog weer een prachtige stripreeks te gaan maken. Want wat zij met Rio hebben gebracht vind ik echt fantastisch. Dus ik kan hem alleen maar aanraden mocht je hem nog niet gelezen hebben. Heb je de andere drie delen wel? Deel 4 ligt bij de stripwinkel. Ik wens je heel veel plezier met Rio. Geniet er lekker van. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.